on your side. A ding a dee doom, set the nigga on the side. The bottom of another slut, the bottom of another film. Maar zou ik je elke dag willen vragen om te chillen? Zou ik je vaak vragen, vragen wat je zou willen? Dan was ik niet vaak, maar net zaten we vaak binnen. Had ik in je vertrouwd, had ik in je geloofd. Gehouden, dan had ik het je beloofd. Had ik je in mijn armen, had ik je op mijn schoot. Dan had ik een tweede kans, dan had ik een nieuwe vlog. Wat een hartelijk welkom hier op het plein. Kennen jullie mij al? Nee. Ik kom uit Duitsland. En ik ben een zeer beroemde professor. Ik ben professor. Machines maken vind ik leuk. Ik vind alles wel leuk. En ik vind het stadje eigenlijk ook wel leuk. Komen jullie allemaal uit Bredevoort? Niet allemaal, ik denk de meeste wel, hè? Spannende boeken, saaie boeken, hele saaie boeken. Veel zag hier, daar waren andere mensen uit andere landen. Ik was aan het rondlopen, ik zag alleen maar witte hoofden. Hier, de wiel, zo. Ik denk wel dat dat moest gaan lukken. Even mijn proefjes even aanstekken. Ik ga even... kijken. Vandaan. I'm from America. Het is echt gelukt, jongens, is uit Amerika. Op een hele belangrijke voetbalwedstrijd in Rio de Janeiro met Pelé en Ronaldinho en Romario, allemaal voetballers. Allemaal beroemde voetballers, komen die allemaal uit jouw land? Die komen allemaal uit Brazilië. En wil jij even aanwijzen waar Brazilië is? Brazilië ligt hier. En ik was aan het denken, zou jij ook een week hier willen blijven? Heel graag zelfs. Alleen, welke groep? Dat is weer een probleem. Even kijken hoor. Even kijken naar de kinderen. Ik vind die kinderen daar, dat is rek. Ze lijken wel leuke kinderen. En welke groep is dat? Welke groep zijn jullie? Groep 7. Lijkt me helemaal goed. En zou je dan een week lang met je kinderen in groep 7 willen werken? Ja, heel graag. Oké. Everybody is up.
Waar zijn we? Geen idee. Zijn jullie? Huh? Maar zijn zij niet? Wat is dit? Nederland. 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 Waar ligt dat? Rustig, rustig, rustig mensen. Waar komen jullie vandaan? Ja, China. Ja, je ook uit China? Ja, ja, maar we zitten net... En... Jullie ook geen kwaad. Ik weet dat het schrikken is om uit die machine te komen die ik gemaakt heb. Heb jij die gemaakt? Die had ik gemaakt, natuurlijk ik. Ik ben zo goed met die machine. Alleen, ik heb een vraag aan jullie. Die piramide is weg. Hebben we eigenlijk een piramide in Bredevoort? Nee. Nee. Of wel? Nee, hè? En hier langs zie ik ook water. Nou, ik ben toch geluk dat je nog water hebt hier. Maar ik had een vraag aan jou. Wij gaan een week werken over landen. En ik heb deze machine gemaakt. Ja, ik heb die machine gemaakt. En ik heb jou uit het buitenland zo hier naartoe gehaald. Om te vragen of jij in groep 4 over Australië wil werken. Wat is doet? Ja, nou oké, okay, is goed. Groep 4, ja. Horen jullie dat? Ze hebben daar werken hier. Je komt in groep 4. Veel plezier. Zie je, dude. Je rustig. Rustig. Mijn verf! Waren jullie aan het schilderen? Ik was op vriend met z'n aan het schilderen. Moet zo ruzie maken. Rustig, rustig. Niet zo bang zijn. Het is heel normaal dat je op de machine komt vallen. Gebeurt toch elke dag bijna? Nou, niet mij! Nee, rustig dames. En dan, ik neem eventjes mee naar jullie toe. Want ik wil een heel mooi land voor jullie kiezen. Zodat iemand hier naartoe kan komen. Ik zie hier een heel groot werelddeel. Afrika. En dan ga ik even een land kiezen in Afrika. Kom maar eventjes kijken hier. Tanzania, Ethiopië, Soedan, Kenia. Is Kenia geen leuk land? Ja, hè? Zullen we eens even handen op de bal doen? En aftellen, handen op de bal. En 3, 2, 1, en... Kijk wat er gaat gebeuren. Bij mij zou ze blijven. Woensdag gelden. Ik zie hier ook geen markt. Maar er is hier helemaal geen markt. Kijk eens. En Afrika, want jullie weten natuurlijk het beste. Want jullie wonen er. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar zouden jullie dat ook zien zitten om met die kinderen te gaan werken? Ja. Dat moet wel lukken. Wil je nog even aanwijzen waar Kenia ligt? Hier. Oké. Okay. Ja, dan weten we dat. Mooi. Ik wil jullie heel veel plezier wensen in groep 1, 2. Deze kinderen hiervoor aan. Ja? Jullie allemaal. Iedereen heeft nou een land waar je mee gaat werken. Ik wil jullie heel veel bedanken voor de aandacht en heel veel plezier wensen deze week. Donderdag kom ik terug om te kijken hoe jullie deze week hebben gewerkt. Neem ik een proefje mee en mijn andere machine en dan gaan we kijken hoe het deze week was hier op school. Dan zeg ik tot donderdag allemaal.
luister. Blijf even allemaal staan bij je eigen groep. Yeah, hey Victor, start die timer, is je de gek? Let's go! Zie, als ik trok kon in de tijd, dan had ik niet zo bescheid. Dan ging ik gewoon naar school, dan kwam ik er wel op tijd. Deed ik beter mijn best, werkte ik wel mee. In plaats van geschorst, dan worden elke week. Dan zette ik even door, gaf ik de money op. Had ik toen niets bereikt, dat was mijn moeder nu trots. Maakte mijn eerste track, zou ik doen net alsof ik ging. Ik nam mijn eerste jiggy en liet ik gevoelens los. Als ik trok in de tijd, zit ik vaker in de klas. Als ik het zo bekijk, kwam het later wel verpas. Als ik trok in de tijd, zou ik praten met mijn man. Zo zou ik ervoor zorgen dat mijn vader er voor me was. Als ik trok in de tijd, had ik niet zoveel stress. Waren dingen voorkomen, waren dingen in weg. Yeah, en alles wat ik over heb spijt. Want als ik trok in de tijd, ja dan was alles nu flex. Als ik denk aan al die dagen, dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine, tijdmachine. Maar die heb ik niet, dus zal ik mij gedragen. En zal ik blijven sparen, sparen voor een tijdmachine. Als ik terug kon in de tijd, dan was je nu hier bij mij. En was ik niet meer alleen, dan had ik je aan me zij. Had ik beter geluisterd naar de dingen die je zei. En dingen die ik doe, moet zetten ik dan omzij. Dan waren we naar de stad, waren we naar de film. En zou ik je elke dag bellen, vragen om te chillen. Zou ik je vaak vragen, vragen wat je zou willen. Dan was ik niet vaak weg, nee dan zaten we vaker binnen. Had ik in je vertrouwd, had ik in je geloofd. Dan had ik van je gehouden, dan had ik het je beloofd. Had ik je in mijn armen, had ik je om mijn schoven. Had ik een tweede kans, dan had ik het niet verkloot. Als ik terug kon in de tijd, had ik dingen niet gezegd. Ruzies die we hadden, ging ik liever uit de weg. Yes, en alles waar ik over heb is pijn. Want als ik terug kon in de tijd, was je nu niet meer mijn ex. Als ik denk aan al die dagen, dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine, tijdmachine. Maar die heb ik niet, dus zal ik mij gedragen. En zal ik blijven sparen, sparen voor een tijdmachine. Als ik terug kon in de tijd, was ik precies hetzelfde, was ik een probleem. En niemand die kon me helpen. Als ik terug kon in de tijd, zet ik vanaf mijn elleboog op als mok schoon. Maar zal het best aan niet werken. Als ik terug kon in de tijd, was ik zeker de ergste. Was ik die jongen waar iedereen zich aan zou gaan ergeren. Als ik terug kon in de tijd, zou ik me niet beperken, zou ik me laten gaan. En zouden jullie wel merken dat ik niet zou veranderen hoe het allemaal ging. Had ik een tijdmachine, dan zat ik een nieuwe lin. Homie, dan was ik weg, homie, dan zou ik gaan. Dan deed ik die dingen erger dan ik al had gedaan. Homie, ik was nooit normaal, af vanaf het begin. Heb ik alleen maar schermen wat iedereen van me vindt. Als ik terug kon in de tijd, dat het allemaal geen zin. Want als ik terug kon in de tijd, was ik hetzelfde kind, yeah. Als ik denk aan al die dagen, dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine, tijdmachine. Maar die heb ik niet, dus zal ik mij gedragen. En zal ik blijven sparen, sparen voor een tijdmachine. Als ik terug kon in de tijd. Als ik terug kon in de tijd.
Doei. Doei. Geniet. Rust uit. Leon, je vader komt op. Marit. Hier is Marit. Hier is Marit. Op Marit. Ja, nou, ik ken deze nog niet, dus... Meer niet? Thank you.